ben nu in de weiland Gaushala van de Baghidham in Ayodhya, waar Sitaram Jap sinds 1984 gaande is. En dit noemen ze de Gaushala. Eindelijk een afgeschermde gebied waar de koeien en een stal hebben en open ruimte waarin ze kunnen lopen. Iedere dag wordt hier dus gaya's goed eten gegeven. Hier hebben ze hun chara. Gaya mia. Een kleine lieve kalfje. Hey, kijk hier, Mia. Hallo. Kies je hoor. Camera niet aan, hè? Ze wil niet op de camera. अपना जो है सब बाउंड्री वाल के अंदर वाले वाली बहुत थोड़ा पड़ा है आपके लिए ओके मेन सर दिस इज मेन सरसों के खेत हां कैंक हो फेर इट राइट सरसों साद kennen we dit is de sarso die nu rijp is en geoogst zal worden ik kan het niet meenemen ik weet niet. Dit is van mij, dus ik breek er eentje. Ah. Wij kennen in Nederland natuurlijk de sarsosade. Hmm. En zo ziet de halm eruit. Wow. Waarmee wij een heleboel dingen doen. In de keuken gebruiken. We gebruiken de olie ervan om Shani-deel te eren. Hè? Shani Maharaj krijgt olie geofferd op de zaterdagen. We hebben ook sarso, misschien in Nederland. Maar hier maak ik het in het dorp mee, zo dichtbij zoals het is. Sarso, hallo. Ze komt in Holland lekker, Jaungi. Dit zijn kleine mesthuisjes. De koeienmest die wordt bewaard. Hele stoet geiten. Deze herders die lopen met hun geiten rond om te laten grazen en nu is het bijna 's avonds. Dus dan gaan ze weer naar huis. Zo prachtig om te zien. Het zijn ook hele mooie geiten, heel groot. En daar zijn we even gestopt hier. Kijk daar in de verte, zie je weer hopen mist. Doedoe.
anders uit. Kijk naar hun uniform. Iedere streek heeft waarschijnlijk een andere kleur uniform. Net heb ik andere kleuren gezien. Ik nis haar een beetje. Hier wordt dus ook gefietst. Je ziet meisjes en jongens op de fiets. En zo'n, en zo'n klein gebouw. Sorry. Het is best wel een klein gebouw waarin er zoveel kinderen op school zitten. Steekt over. Deze kinderen gaan te voet. Utne sare bachche usme fit ho jate hain. Chhota se building mein. Anders zien tussen de kinderen achter op de achtergrond zie je kleine huisjes. Dat zijn huisjes van koeienmest gemaakt waarin de koeien vlaaien, zeg maar. Ja, kijk, een kleine mandir ook nog. Daniel, wat heb je? De koeien vlaaien worden dus daarin bewaard om droog te blijven, waarop ze dan koken waarschijnlijk en allerlei andere dingen doen. Je ziet zoveel. Oh, dit is wel grappig. Is Kamalika hangen? Ja, weet niet. De ossenkar, die os gaat alleen met de kar. Nou, een stukje dorpsleven voor jullie met al haar facetten. Kleurrijke huizen hier. Sadhu Baba ook nog. Overal zie je die hutjes. Zo mooi. Deze heeft ook een mooie vorm. Oké, geniet ze. Ram ram. Zo mensen, dit zijn mooie velden met gehu. Zie hoe groen in de achtergrond de bergen. Dit zijn litchi-bomen die wij nu passeren. Ik zou willen dat jullie dit allemaal kunnen zien. Helaas kan ik niet overal stoppen. Het is zo groot en zo mooi deze kant op. Zie hoe mooi. Mooie huizen. Heel anders. India dan wij gewend zijn in andere delen. Heb je een stukje landbouwgrond en dan kom je een kleine dorpje tegen waar huizen dicht op elkaar staan. Oké, mensen, kijk. Hier zien wij een tweetal velden waarin tarwe is verbouwd. In India noemen ze dat gehu. Gehukit. Hiervoor was er waarschijnlijk rijst geplant. Rijstseizoen is voorbij. Dus als de rijstseizoen voorbij is, wordt gehu geplant. En overal zien we dit nu. Het is prachtig om te zien, zo groen als het is. In vergelijking met kijk, het pad waar ik op loop. Het gras is droog omdat het niet regent. Maar de velden worden besproeid. Regelmatig met water zodat het groen blijft. En dit is echt een perceel waar heel veel aan landbouw is gedaan. Je
je ziet de mango bomen, je ziet uien en knoflook die geplant is. Het is gewoon prachtig. Aanschouw het.